vrij zijn. Alles denken, wanneer, hoe, waar ik maar wil en keuzes kunnen maken. Waar ik voor sta, dat kan ik gewoon uitdragen. En dat ik nergens in onderdrukt word. Laten wij gelijk beginnen met het begin. Ieder mens is gelijk, is niet in enkele zin, maar een geboorterecht dat voor elk kind geldt. Maar helaas is er te veel onderdrukking en geweld. Dus wie stelt dat het allemaal vanzelf verloopt en de vrede zo blijft, heeft een stellige hoop. Maar kijk, in de praktijk moeten mensen ervoor vechten. Goeie tegen slechte, ze vechten voor je rechten. Niets gaat vanzelf en dat zie je best wel snel. Aan doelstellingen van Amnesty Internationals. Kom op, sta op, zoals Bob Marley zei, voor je rechten, want rechten zijn voor jou en mij. Vrijheid, blijheid, jouw strijd, mijn strijd. Want dit gaat verder dan even je ei kwijt. Eén voor allen en alle voor één. We hebben hier het recht en we houden het meteen. Want hier in Nederland zijn we bijna allemaal rijk. Maar wat een ramp als je dan naar de arme landen kijkt. Je ziet hongerige kids, ouders boos en machteloos. En denk maar niet dat er iemand daar vanzelf voor koos. Dus het zuidelijk, alle front, vlucht meestal noordelijk. Uiteindelijk zijn we allemaal verantwoordelijk. Dus onze haagse heren moeten maar leren dat je onrecht nooit zomaar de rug kunt keren. Dus ook al wonen aan de andere kant, wij zijn allemaal als blaadjes aan dezelfde plant. Dus geef alle onrecht een hart te bot, want iedereen is van de wereld en de wereld is van ons. Vrijheid, blijheid, jouw strijd, mijn strijd.